Het was een schokkend familiedrama in Sint-Michielsgestel. PvdA-gemeenteraadslid Jacques de Vlieger werd met een klauwhamer doodgeslagen door zijn zoon. Die gaat voor 7 jaar de cel in voor doodslag. Justitie had eerder 15 jaar cel geëist voor moord. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van een vooropgezet plan. Hij handelde in pure emotie en dus wordt hij veroordeeld voor doodslag waarop een lagere straf staat. Vorig jaar augustus werd de Vlieger in zijn garage aangevallen door zijn zoon. Er zou een woordenwisseling over de eetstoornis van de zoon aan vooraf zijn gegaan. Het gezin stond al jaren onder grote druk. De zoon vertelde dat hij jarenlang psychisch is mishandeld door zijn vader. Hij zegt dat hij niet anders kon. En dus pakte hij een klauwhamer, sloeg op zijn vader in. Daarna ging hij douchen om het bloed van zichzelf af te spoelen. En toen hij merkte dat zijn vader nog leefde, sloeg hij nog een keer op hem in. Hij zegt dat hij niet anders kon, maar het kost hem nu dus wel 7 jaar cel.